voorzitter, mag het volk nu even aan het woord? Goedemiddag. Iedereen. Voorzitter, mag het volk ook even wat zeggen? Mag het volk ook even aan het woord? Het is vandaag dinsdag 7 november en we maken aanvang aan dit programma. U ziet hier Tab Basirama Maknak zitten samen met de heer Harvey Liefde. En ze hebben heel veel te zeggen. Daar gaan we. Ja, je kunt jezelf introduceren. Goeiedag, dames en heren. We zitten hier met u te praten naar de voorzitter toe, zodat de vraagstukken die u heeft in behandeling genomen kunnen worden in de 52e lid van onze samenstelling. Alsjeblieft. Goedemiddag. Ik zit er ook bij, weliswaar een beetje, volgens mij na jaren aangetikt door de griep. Maar griep na griep, maar met mijn griep. Dus ik zeg, ik ben maar een kwart avond ziek en een beetje van de dag. Dus dan ben ik er zo weer over. Omdat in de Kameka dressing, dan in de Kameka doorreden naar Basrotofing. Ja toch? Ja. Dus ik ben weer aan het opmonteren. Weliswaar een beetje vermoeid van al het gedoe om je heen. Gedoe in positieve zin omdat je bijdraagt aan positieve zaken in het land. Maar voor de rest Oede en dan word jij wakker. We hebben een beetje wat aikaroen en dan weet jij wakker. Een programma na een programma die het wordt vastgelegd. En laat ons maar zeggen, looking at the steps we begin kan dus om eens maar daar roepen, dat we begrijpen. En dan het zij zo. En wat loopt er als maar bakken die looken, maar ze zijn onzichtbaar. Maar later ga je de weergave wel zien van aan de weergave dat die wakker. Juist. Ja, en dus daarom neem ik ook druk naar direct duizenden kijkers moesten dat zichtbaar. Het is de impact, inhoud zou het aki, de belangrijkste zou het aki. En ik ga om populair over te komen, ik ga om heel zakelijke dingen naar voren te brengen. Ja? Juist. Oké. Dan heeft u deze zondag een hele bewogen zondag gehad. En maandag was dat in de krant, dat was ook vanmorgen tijdens radio. Tijdens het nieuws van Radio SRS, u had een ALV en er zijn rake dingen gezegd. En ik ga hier even iets laten horen. Ja. Even hierbij houden. U heeft drie problemen aangekaart die u ziet in de Surinaamse samenleving. Mm-hmm. Wat heeft u bewogen om tijdens uw ALV, of nou niet wat heeft u bewogen, dat is een beetje een rare vraag, maar u acht het dus nodig om eigenlijk in plaats van te kijken naar de problemen in het land, te kijken naar de inwoners, naar het volk zelf. Ja. Een beetje maar meteen uit in haar kondere te zien. Kijk, als je alle dingen hebt, ik heb ze passie.
Ja, kan je aan een brede jack alleen als je het zandje. Maar als je op een grond, dan rest hem, dan kan je sade je, respran zonder, sabbatiki. En koda kino abende stand, dan bij wat oude je aan een chapang aan skoku, dan bewerk aan grond. Dan bakant to moet heb ze dan kan je kalang aan karun je kalang aan option sandje en toe. Maar stranaman, no loba sandati. Dat means dat me bedoel nang aloi lekker land om over dat is het liever op je kont en moet naar je toe komen. Stranaman abeng umtaken. En die had leba konti kude, zo'n regering die abi en evreed zeek bafu efino mekmoiti in talibi. En onas je mekmoiti toch, je broko saka. Dan extra apina konaku. A trafisi, e fu mentalitei ben de trafasi akande, tide anu ben deso. We hebben geen mentaliteit identiteit, dus a mentaliteit identiteit so abiswe, is negatief ingesteld. U taunga fasi, en u serevi. Di stak a troi bo op je broken, sak op je broken, ala sabe meki fu trafasi. En anna falo kwa ego tena regering. En so upchi e gro op nangen tu. Uno lobu serevi engelep. We pretenderen dat we lopen zelf, maar we lopen makti, we lopen dena de baas. Als het trouwens het doen boom, je probeert haar te gaan groeien. Dat is het omliep. We hebben een mentaliteitsprobleem. We zijn niet gedisciplineerd in het leven. We leven naast elkaar, niet met elkaar. En het derde one, volgens mij. Even kijken. Mentaliteit, principieel probleem. Ja, principieel. Unashing. Unashing. Men houdt zich niet aan zijn woord. Ja, men houdt zich niet aan zijn woord. Heel makkelijk. Van parlementariër, Fugota president, van Bakakitagron. Une horu wat to juice report. En de san dat no is terug naar vooruitgang en is terug naar chaga fesi. If je is minder waardig in o karmi in o jim odi in af jim odi to wat anala odi odi na odi. En mine mek me osa se pasifu mi verplicht fu pisi odi wat. Hoorto is wel een vorm van belief heet maar geen verplichting. Dus ik kan jim odi maar vals. Ja toch? En in afwijk dat ik mijn wachtvies en karmi afvoer met mooi mooi aan mij. Mij aan ook alontje kondansie met kikonusie, kondansie met kikondresie. No, mij na samide. Mij faus don jana wans maar aluku, wans maar toch ja, maar ik ga want tra, a trouwtje en ga want tra maar en. Adek bij mij, maar ze hebben grond afhoesing. Link voor ons chef af vergadering, bij wakker jas, zo door zeer dat we nog aan montage werken. Daaraan willen we een goed product leveren. Dat is onevenwicht bakasani. En we werken als krabben in een vat. Nog steeds. Nog steeds, ja. En in een moeten zoeken om voor vinden sting. Maar vinden sting met een goede plan om het krabbenmentaliteit weg te halen. Dat in afnafessie. En daarom maak je een plan waarmee je te werk zal gaan. Zijn we dat papier aan afessie. En daarvoor zorgen we juist als wel Nederland voor stel wat plan samen. Zijn kan krabben zijn dat poer. Dus vandaar dat ik haal de zand aan Alfisa op de Abdiaso. Is het al voorgekomen? Want jullie hebben wat rijker geschiedeniskennis dan ik. Is het al ooit voorgekomen dat een regering of mensen in de regering, mensen in de macht, hebben gewerkt aan het mentaliteitsprobleem van Suriname? Dat ze daarna hebben gekeken dat dat een belangrijk punt was? Want u gaat ook voor normenwaarden, ja. Verandering en... Ja, de mentaliteitsverandering, daar is een goed begin bij jezelf. Ja. Maar is het al ooit voorgekomen of is het iets unieks? Unieks. Ik denk dat meneer Halfi daar beter op zou antwoord zou kunnen geven. Maar, ik was aan zijn Amerika, maar die wantrouwing. Daarom onbestaan, maar meneer Halfi gaat verder daarop in. Precies. Eigenlijk is deze aanpak, of dit idee van aanpak, is uniek. Toch? Omdat we door de jaren heen hebben gezien dat ons volk eigenlijk steeds achteruit aan het gaan is. En die achteruitgang heeft te maken met de mentaliteit die ze telkens weer aan de dag leggen. Het niet willen aanpakken bijvoorbeeld, toch? Het niet willen meewerken aan maatschappelijk gerichte activiteiten,
toch? Het niet willen meewerken aan het vakbondswezen, een positieve aanpak van het vakbondsleven. En noem maar op. Zo zijn de dingen legio te noemen, die eigenlijk debet aan zijn dat dit volk achteruit gaat. Het niet willen aanpakken met bijvoorbeeld het landbouwgebeuren in het land. Toch? Ik weet nog in het verleden, mijn grootmoeder, ja, die af en toe als ze in de stad kwam, vol zakken nappies en gember en noem maar op gronjas naar de stad brak om te verkopen. En die dingen zie je niet meer. Toch? Dat soort dingen helpen ons eigenlijk achteruit gaan. Omdat die ondersteuning geven aan een gezin. Ja, als het loon van de loontrekker, van de baas in het gezin, niet toereikend is om iedereen op een behoorlijke manier aan eten te helpen. Dan is het die kostgrondje die men onderhoudt. Om dan die steun te geven in dat economisch gebeuren van het gezin. En die dingen zijn weggevallen. Dus zie daar eigenlijk hoe zwaar het wordt voor een gezin om je hoofd boven water te houden. En al dat soort dingen moeten weer terug in het zadel. Zodat die individuele burger zichzelf letterlijk zou kunnen bedruipen. En aanvullend daarop. Zoals meneer Harvey, als je een kon afvissen voor een grandma, dan vanuit Buskondre kom je de foto per nasi de presentatie. En dat ben je foto te horen. Dat is een takje dat algemeen vanuit onze religie, dat je even boy, wani, mamie, tata, otofro bondo, dan amebusu be bredu. Dat wil zeggen, en moet potentie in Sra Antonga Fossi, vertaling, efu yu wanya anyumare wanya bijifisi, de igogo me nati, ime gualiba. Dat wil zeggen, als je rekelijk wil leven, iets rekelijker op een bepaald niveau, dan moet je moeite ervoor maken. Je moet je kont oplichten en daarvoor gaan. En a regering die si wans aan je kantaki, a dwing je daartoe. Ja. Ze hebben dat afgedwongen. Klopt. Je mag zeggen wat je hebben wil van deze regering. Ja. De man dwing je voor jou. If you know oppo, you know sunchi, voor een bismarck dat je bagasie, you know, nja, you know, talibi. En ondanks dat we overleven, het is wel te wat ze hebben gedaan. Klopt. Dat is wat is ongezond. Ja. En daarom kunnen we niet ons indenken dat we met in deze consternatie zelf de regering nog 5 jaar nog verder zullen gaan. Ja, nog een kans zouden moeten geven. Juist. Maar als je regering is, dwing je vier op haar. Ja, en dat kan een beetje aan mentaliteitsverandering gaan. Want iedereen zegt, ik weet niet hoe sta je tegen dat nou mee go roko. Ja toch. Daarin moet je eerlijk zijn. Ze hebben daarin ook een wamboom. Ja toch? Ja. En dat hebben we duidelijk gezien. Oké. Ja, u heeft het zelf aangehaald. In plaats van te staken gaat men liever werken. Ja, aanschijnlijk eten. Ja, maar aanstaande woensdag zijn er acties aangekondigd vanuit de vakbonden. Ja. En bijvoorbeeld de heer August Boldewijn, die heeft ook gezegd, die snapt het wel. Want primaire zaken die het volk nodig heeft, die worden verhoogd terwijl het kan worden verplaatst. Dus de verhogingen komen op de schouders van de mensen die ze niet kunnen betalen, die ze niet verwachten. Die... Heeft u ook begrip voor de stakingen van de vakbonden? Of vindt u dat de mensen liever gewoon harder moeten werken en wachten tot 2025 om hun fouten te corrigeren? Wie is de vraag? Dan wie is de vraag? Wie wil het op antwoorden? Tweevoudig kan het zijn, maar ik mag eerst antwoorden. Oké. Dat de vakbonden een algemene staking hebben aangekondigd, is meer dan duidelijk dat het moet. Omdat de leiders van het land geen gehoor geven aan de roep van de bevolking en geen gehoor heeft of hebben voor de noden van het volk. Toch? Een land waar de eerste levensbehoeften onbereikbaar zijn voor de gewone man,
laat me het letterlijk vertalen, een land waar voedsel duur is, is een land dat eigenlijk het etiket heeft van Pinari. Toch? Negeri Osobo taking, dat kwam kondre pe nyadiri, dan kwam pina kondre. Omdat die gewone burger niet in staat zal zijn, of niet in staat is, om zich te behelpen met het weinige wat hij verdient. Toch? En de vakbonden, die eigenlijk de mond zijn, of ook de gedachten zijn van het volk, die zijn eigenlijk de speerpunt om de mensen eigenlijk in een bepaalde richting, niet alleen, maar te laten opkomen voor de noden die eigenlijk in het volk te vinden zijn of in het, bij het volk terechtkomen. De noden zijn legio, ja? Moeilijk aan voedsel komen, moeilijk aan werk, weinig salaris, hoge prijzen en noem maar op, benzinekosten niet te betalen. Toch? De autorijders die normaal met een 500 gulden een hele week of soms een hele maand benzine kunnen zetten voor hun auto's, moeten nu het drievoudige ervan neertellen om uit te kunnen komen. En je salaris is niet toereikend. In feite, als je een auto hebt, werk je eigenlijk om te tanken. Ja? Wil je elke dag aan het werk gaan? Dus zie daar in feite de noden, de problemen, waarom eigenlijk het nodig is dat de regering via het vakbond, via de vakbonden, op de feiten worden gewezen die, waarmee het volk te kampen hebben. Ja, dankjewel. En Tabassi Raman? Nou, de goede niet nagesproken hoor. Bij naam kan ik ze zo noemen, zoals meneer Marcelino Nerkes van de vakbonden en nog een paar anderen. Maar heel weinig hebben, de meesten waarop we gekend hebben gecollaboreerd met deze regering. De Nyamoni, de Nyamoni en daardoor tot volwassen voor de regering in pressie. De vakbonden hadden ons hieruit moeten helpen. Vanaf het begin dat alles wat donder staken in de BAFDE. Want de zogenaamde activisten waren te zwak voor deze regering. Met de warlord daar als een minister van Bibi, zo'n zwaar geweest. De pipchen, Alleen toen ze van een bepaalde partij een bepaalde ruggesteun kregen, konden ze een feest maken. Maar ook daar was het niet één. En plotseling mocht de politieke partij niet bemoeien. En zie daar, ze vielen uiteen als een kaartenhuis. Maar omdat ik bepaalde dingen van sowieso mis aan bepaalde zijn, ik ben op de hoogte ervan. Maar de durf taki. En zelfs zijn de panjago alasse de long lekkies kapuna de man. En trouwboren ook via bepaalde partijen verkozen op de kombaka. Maar de mentaliteit zijn de abigba. Dat door panjabaka in de partij dat en let op mijn woorden. Jugo komt te zijn dat die nanga ding. Het is van tevoren al daar gezet. Wok is trobang ding. En door want ik de man presi, door want doe dit, door want dat. Let maar op. Maar de vakbonden hebben gefaald. Ze hebben gefaald en door het falen zitten we nu in een rotzooi zo de. Ze hadden één moeten zijn, altijd één. En dat Juro Comanja Volkestri. En dan hadden we een legale voorzetting van zaken. En zaken worden tot uiting gekomen. En vandaar dat Argerin Dusawani het druk bepaalde zijn door. Met dat het wel is, de regering met voorfout, moeilijk aan de regering, anders is het nog niet goed. Maar het waren ook geen kleine jongens die dit pas bepaalde Sanji. Ze hebben bepaalde artikelen en wetstoestanden keihard toegepast en gehanteerd dat niet hoefde. En die hard zijn overgekomen. Bijvoorbeeld de sterke arm wanneer het ingezet moest worden.
de politie enzovoorts, hebben ze keihard hun werk laten doen zonder te corrigeren, waardoor er weer aan de andere kant aan mensenrechten zijn gekomen. Met de dood als gevolg, gehandicapten als gevolg. En ja, totaal uit je functie verheven. Zelf activisten hebben dat moeten ondervinden, waarbij ze als topofficier uit dit zijn gehaald. En vandaag, woeps, waar zijn ze? Alleen staat me bij dat naar visie. Maar het is wel op populariteit. De bij programma, de bakker, dat ik op een gegeven moment altijd met dat als aan dat. Ze denken dat die de penis aan dat je denkt, de horizon. Mensen, sorry. Gezondheid. Ik zei jullie al, want ching feba effect na mi feba want ik kwam ching grip voor het eerst van chishwabulu na tijden, maar misschien editoen ze dus in verwachte bakken. Maar het is ook gezond dat je dit ook een beetje meemaakt. Ik filter door. En in no worry, mi na een kwart net in een kwart deed, dan ik basiki. Mi bijis ma dress ide en dan me de oude bakken. Dus want trust me, ik ben man. Ik ben vanmorgen, het is dat mi go celebration hangen. Zwaar. En toen mijn reis mag go. Daar sra maka go dusani. Mijn reis mag go. Daar komen we in go dusani. Oor rei kom baka. En de koepen mis toen je baka. Me gwe doro. Mijn stop. Dus het geldt dus ook voor u. Wat u zegt. Ja. U heeft geleerd. U gaat pas rusten als u het gras van anders ziet. Ja. En dat moet over een behoorlijk aantal jaar zijn. Is over 60 jaar. Nee. Ik wil hem den bevries bepaalde zani. Mijn eigen schrift leeftijd. Maar ik wil... En als je de machine aan bij je smaak, en als je de Libi, maar de city, dat de Libi de oude pina. Dan ben ik dat ik binnen 60 of 70 jaar of zo. Maar wel ben je gado dat we de lang leven en vol en gezondheid. Want tegen Libi naar daar grond. Dan heb ik een vraag. Ondersteunt u, ondersteunen jullie, ondersteunt het DPS, het Democratisch Platform, ondersteunen jullie de acties van morgen? Natuurlijk ga je ondersteunen. Natuurlijk ondersteun ik tenminste. Zoals een comedian zijn. Want meneer Berstein persoonlijk toont me die wat vijand. Maar mijn vriend, de tactiek zou pas alle de laatste tijden aantrekkelijk is of effectief is geweest. Hij heeft te lang gewacht om op zijn... Terwijl een keiharde jongen is, als ik zeg jongen, dan zeg het populair. Oh man, ik had veel meer van hem verwacht. Mij verwacht een krasheid voor... Kastelen in hem. Want Kastelen weet wel van Wanten. Kastelen is geen kleine jongen in die politiek. Maar ze waren allemaal toen geleerd aan het nieuwe dat gekomen was. Dus ik kan voorstellen dat van Kastelen dat hij een loco ette. Hoe, wat en wanneer. Maar van Berstein had ik het niet verwacht hoor. En op een bepaald moment zie je gewoon openlijk dat de man bij de nazi-regering. Ja toch, naast die vaderheren in mijn temmer. En verwondert mij, en het zal me steeds verwonderen, wat ik morgen krijg. Maar luku, luku zo is hij. Want, als ik me doe was aan, dan na ultimate me gie, meteen dat brada, tenang aja, voor of poru, tamara me kayu, la busha karambe, tamara me kong, en dan me doe sa mim doe. Ja, inderdaad. Ik kan... Lange takino de selina. Ik kan best die houding van... De vakbond begrijpen dat bij de intreding van een nieuwe regering je ze zeker de voordeel van de twijfel geeft. Ja. Toch? En dat is dus gaan gebeuren in mijn ogen, als ik het zo mag vertalen. Maar tot op zekere moment, ja, toen het goed verkeerd ging en exponenten begonnen te springen en roepen om de roer om te gooien, om het roer om te gooien, dat eigenlijk niet plaatsvond. En de vakbond zo'n beetje terughoudend zich gedroeg, ja. Tot op heden dat de zaken dusdanig zijn vertroebeld en de vakbond in feite geen enkele andere keus heeft om dan nu op het strijdtoneel te verschijnen. In zekere zin niet om die regering omver te werpen, maar om op hun manier te proberen de mensen daar in het stuurhut te dwingen om het roer om te gooien. Toch om te redden nog wat te redden valt. Je ziet?
Dus ik hoop dat die steun die wij ze geven, dat ze er daadwerkelijk gebruik van maken. En dat ze die bevolking zo ver kunnen krijgen om massaal deze actie te ondersteunen. Meneer Voorzitter, mag ik even het woord? En ik hoor mijn collega hier iets aanhalen, maar de krant van vandaag aanhalen. En president stoot weerstand in de ogen samenleving. Dat zit ik in een artikel hier in Times van vandaag. Hè? Ja. De uitspraak van de president dat een aantal basisgoederen volgende maand goedkoper zullen worden bevriend, zowel de winkeliers en ondernemersvereniging Suriname. Waarom? En ook mij hoor. En ook het platform van levensmiddelenimporteurs in Suriname. PSIS. No? Het staatshoofd meent door het uitschakelen van tussenschakels de prijzen van basisproducten omlaag te zullen gaan. Dat is een rustige flauwekul, toch? Dus, zie daar in feite... Is een rustige flauwekul. Je komt met al die andere toestanden weer in conflict. Maar ze gaan het niet toelaten. Ja, dat mijn milde aanpak, toch? Gelogen straf wordt om dus te bewijzen dat deze regering, zoals ze daar zitten, het heel weinig serieus neemt met de noden van het volk. Toch? Dus van hieruit zijn we genoodzaakt om de vakbond een riem onder het hart te steken om deze actie dusdanig te leiden zodat daadwerkelijke veranderingen komen in niet alleen het machtscentrum, maar in het bestuur van het land. Dan haalde u aan dus een artikel in de krant. Er is nog een ander artikel dat is gepubliceerd in Star News en dat komt van de heer Van der San. U noemt hem ook wel het brein. En het kop van het artikel luidt, de president is niet te stoppen. En dan haalt hij als voorbeeld aan de kwestie grondconversie. De president neemt het advies van de staatsraad niet in acht, maar handelt nadrukkelijk daartegen. Terwijl de staatsraad een grondwettelijk oordeel is van onze wetgevende macht. Bent u het mee eens dat de president niet te stoppen is? En dat hij precies doet waar hij zelf zin in heeft? Het brein zegt het al. Waarom zou ik het herhalen? Oké. Ja. U bent het dus ook mee eens dat hij zand in de ogen strooit, want er is een ander mooi artikel uitgekomen. En daarin belooft de president dat Nikeri moet een echte eerste en geen tweede stad worden. Hij zegt dat hij elke maand naar Nikeri gaat om projecten uit te voeren, maar op de een of andere manier ziet men het grotere plaatje niet dat ze voor Nikeri in mind hebben. Er is in Nikeri is er dus nu een tweede waterstation geopend, een waterbron. En dus er is vooruitgang, want drinkwater, dat zegt de president zelf ook eens, is bijna meer waarde dan staatsolie, dat wat staatsolie uit de grond haalt. Laat hij maar zijn brandjes openen, na 25e, zullen zien wat die bronnen zijn ontstaan en waar ze naartoe gaan. Dan wil ik nog heel iets aanhalen. We hebben dus die ALV gehad deze zondag en dan was er een dame, een juffrouw, ze geeft les, een lerares, in het binnenland geeft ze les, helemaal in Sipaliwini. En ze kon er niet bij zijn, want zij moest dus vertrekken om op tijd te komen. En zij zegt, dus ik vroeg haar, is het probleem in het binnenland zo erg met drinkwater? En toen zei ze, nee, wij hebben nog water, maar als het niet regent, dan hebben wij eind november geen druppel water meer. Hoe ziet u dat? En hoe ziet u de verdeling? Oké. Dit is het probleem waarmee in feite dit land te kampen heeft. Er zijn waarschijnlijk denkers, toch? Maar weinig mensen die kunnen programmeren en monitoren. Toch? Ik weet dat tijdens het COVID-gebeuren periode de scholen in heel Suriname gesloten waren. Terwijl die COVID niet eens voorbij Paranam was. Toch? Maar de scholen achter Paranam moesten ook gesloten worden. Daarna kwam er een overstroming in het achterland.
Die scholen, alle scholen in het achterland moesten de deuren sluiten, uiteraard, want de dorpen en de scholen liepen onder water. De scholen in Paramaribo werden niet gesloten. En 2-3 maanden daarna moest er getoetst worden. Jullie moesten getoetst worden. En die toets is landelijk. Alle scholen, alle leerlingen in het land moeten die toets maken, want het is een landelijke toets. Wie denkt u dat een beter of goed resultaat uit deze toets zal halen? Ik ga dat antwoord aan u overlaten. En nu heeft men geprogrammeerd Nikeri tot de eerste stad van Suriname te maken. Paranam heeft jarenlang, u weet het, langer dan 50 jaar bauxiet geproduceerd voor het land. Para is nog steeds een Brokoperanasi district. Brokopondo levert al zeker 10 tot 20 jaren goud voor Suriname en de rest van de wereld die er baat bij heeft in het goud uit Suriname. Nog steeds is Brokopondo een van de meest achtergestelde districten van dit land. Ik probeer uw denken aan het werk te zetten. Dus die olie zal Nikeri maken tot eerste stad van Suriname. En de andere producten die al jaren gewonnen zijn en waarop eigenlijk de economie van het land dreef of heeft gedreven, waren niet voldoende om die gebieden te maken tot een Bakabini Foto Lastang, een tweede stad van dit land. Alsjeblieft. Voorzitter, kunt u dit doorgeven aan de rest van uw parlement, zodat de andere 51 leden dit idee of deze vraagstuk van de 52e lid kunnen bestuderen en aan ons overleggen als een resultaat die ze kunnen presenteren, alsjeblieft. Dank u wel. Nu ga ik een vraag stellen dat zich niet afspeelt. U heeft een mooie wereldbal tussen jullie twee in. En dit vraagstuk speelt zich af in een ander gedeelte van de wereld, namelijk het vraagstuk Palestina-Israël. Overal op de wereld worden geprotesteerd, worden er kanten gekozen, er wordt over gediscussieerd. Ook in Suriname was er een pro-Palestina-loop. Wat is het standpunt van het DPS hierover? Hierover, ja. Eigenlijk is dit een probleem, zei eens een voorganger in Nederland, waaraan de wereld zich zal vertellen. En ieder die zich zijn handen in zet, zal zich vertellen. Het is een probleem dat Gadowang en Los op. Het zijn twee neven die daar vechten. Maar soms zijn die toch hier, je hebt iets refinangen. En één ding, ik stel vast. En omdat die Israël het beloofde land is, de altijd Israël afletten. Maar omdat die de noodtoebare dat hij de Palestijn de onder attack, dan had dit dat hij de afletten. Het is een heel ingewikkelde iets. Want de fout van onze bemekkelijke regering is onze minister van Buitenlandse Zaken die als derde staat ter wereld gaat op ambassade in Jeruzalem. Terwijl ze dat Jeruzalem nog een tijd bom. Bij je schoonlijk Amerika deed weer om politieke druk uit te oefenen. Dat we een bepaalde deel van grondtapu en denkwijze en druk in handel. Ojoes, ik stel aan voor politieke stelling. En ze gaan naar de derde staat zijn tikkie stelling daartoe. Dat zou ik doen dan met de Bakam-regering. Het opent direct de weg voor terroristische aanvallen hier op Suriname. Grauwe veiligheid naar de Hilba. Onder de veiligheid in Osso-Dating. Onder de veiligheid Netti. Onder de veiligheid naar Presi. Het is de Lembo-Tegukba dat je let in Osso.
Je mij kon gewoon midden in de middle of the day en de mij bossie gewoon. Dan je tik zo aan beslissing. Sami Feni, de Palestijnen, ka ability, maar poor affairs zijn minder. Poor Hamas, nang Hezbollah, de terroristische organisatie. Sap heel groot op een Neuroko, nu wang gerespecteerd konden de Neuroko nang terroristische organisaties. If the my go na mo sugar tackle da percep so that the afale consumer in ka out of it no must de demo for the mo for the tak you na must de demo for the tak you that moet men goed onthouden and the israelite what that betreft de mo te kura so long as you know jim des maf me you know jim dem baka you know jim man jim de libi wan what tackle you or tackle you and next hand city holder that me ka tegi me on the suk want to send him in the look want to send the mandate. En in een briefje, want de grootste vuurkracht ter wereld naar Israël. Want de grootste, en de massa in Saddam Libi. Yom Kippur, nooit van de kare, assassinatie oorlog. Yom Kippur. Binnen 60 dagen, de man voor alle de Arabische kondre om de. Als hem zal ben de andere hand. De man voor alle Sebi kondre. De man voor alle mala. De man voor alle sanden. Dat is wat ik heb gedaan voor kiernesma. Maar dat militaire fascisme, alle strategie, alles wat op je pad kwam, daarmee ki ik voor dat koffer jaso, daar is weer terug een paar flatten jaso. Misschien in een vorig feti, binnenlandse oorlog, daar is terug een paar flatten daar per dag. Alles massaal op neste maken onder kombwe, in dat gebied. Daar is de terroristen daar per. We hebben tegen terroristen gevochten. En dan. Sumatang betekent dat je samenwerkt met de vijand. De Maukiriu. Dat zijn gewoon standaard. Sani. De Amerika is doen, de Tata is doen, de Alasma is doen. Standaard militaire strategie, wereldwijd strategie. Enzovoorts. En dat heeft ze nu nodig. En ook een etnische cijfering. Je dape dat want dat je Iwan Horistan. En mijn massa van is ma lop asan sofu. Misuma, in Engels heb je soms hargong, zoekman to Israël, in de tro, in de next. Maar de moslim is anders. Mijn broer dan Amulfi, mijn kantaki, moslim wil op een systeem appelen voor den. Maar ik ben van weer voor den Jasranan. Maar de eigen moslim standpunt, heel groot op de mij af een standpunt. De fout heeft een fout, de ma is een woord. De fout heeft een fout. En dat moeten we in een man poeren die de man. Gelijk bij de vijand van ze. Maar, sang heeft ze dat nobun, veti nobun. Dat wil ik wel haast om te zeggen. Akir heeft deze ma nobun. Chinengere, elong, esani, chimeisje, chimboy. Je is van de Israël te kierden. Maar, soma me kierden. Nan is ma sang ook zoeken afveti. Ja, die is ma voor neem indri. No, die den tampresi. Vecht tegen hen. Dan bescherm je kinderen de natuurden chinanga you. De Israëlieten naar Chirio, daar helpen ze daarmee. Ik denk dat ik daarmee voldoende heb gezegd. Ik hoef geen partij te kiezen, maar de partijen moeten zelf weten wie ze kiezen om voor hen te strijden, om voor hen te praten. Daar hoeven ze niet in oorlog met elkaar te gaan. Want er moet een einde aan komen, maar als je hoort Hezbollah dat je hoort Hamas en Jibobi dat je, de Israëlieten ook aan je. En omgekeerd. Dan de nacht gebeurt. Want ben er maar met dat. Frank Bafuset dat hij was staat ben op. Ter de man die president. En Abbas enzovoorts enzovoorts. Bisschop Hezbollah. Of een soort van ten prikken Hezbollah. Hamas. Fugo dus zo aan dat. Nou Hamas pot deze wijn aan zijn. En dat moet mij een keertje ook onder ogen zien. En te kunnen uiten. Ik vind het niet leuk dat dit de eerste keer is, maar alles heeft een oorzaak. Pismoko de, faya dape. Dape faya de. Net wat de voorzitter zei, het is een broederoorlog. Twee broers vechten tegen elkaar. Uit de Bijbel gehaald, zo rol, toch? Het zijn allemaal kinderen van Abraham. Ja? Goed. Mensen, wij van DPS prediken vrede. Vrede, verdraagzaamheid. Samen zijn we sterren. En wat nu
in het Midden-Oosten, daar bij Palestina gebeurt, is niet goed. Ik zou heel moeilijk partij kunnen en willen kiezen, omdat ik vanaf de schoolbanken deze geschiedenis heb geleerd erover. Over koning David, over de Babylonische ballingschap, over Syrische overheersing, noem maar op. Daniel in de Leeuwenkuil, noem maar op. Al die verhalen hebben we gelezen en gehoord en verteld erover. En nu, heden ten dagen, gaan we nog steeds door. Zie hoe moeilijk het is als wij mensen, ja, die overschakeling niet willen maken om de geest van God het werk te laten doen voor ons. Elke keer weer als wij op onze manier die oplossing willen brengen, barst die bom. Toch? Terwijl God heeft zelf gezegd, Hagar, neem uw kind en vlucht. Toch? En vlucht. Ik zal voor jou en de jongen zorgen. Je ziet? Hagar Gwe. En ze hebben geleefd. Ze zijn een groot volk gaan worden. Toch? Laten wij bidden voor hun, zodat ze elkaar kunnen vinden en begrijpen. Alleen daar is die oplossing. Dankjewel. Dan kijk ik even naar Papa Ziraan, want heeft u nog iets te zeggen? Dan gaan we het programma afsluiten. Ik zou wel kunnen zeggen dat kijk goed om u heen naar degene die pretenderen uw vrienden te zijn. Want meestal is maar te stel je te leren. En dat betekent dat in de komende tijd een dubbel filter je afselecteert en zoekt en vindt. Sma voor nap naar je bakken en vee die zeker dat je naar de sma is. Ik heb ook al gehoord om een moro boem te zijn. Want één partij nog vorm aan regering. Twee partij nog vorm aan het kande. Kande te drie en vind ik boem voor ze. Maar een pis vertrouwen is Christus de. Want pis mentaliteit desan rokening. En if een rokening, brief me, uno bereik sa onbereik. We horen zich voor de gek, puur voor de gek. En mijn lobby horen zich voor de gek. En me go van sani, me go van sanati. En zo san me vieren kom aan.